Yo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Jurien en het is tijd voor een nieuwe video. Wap, wap, wap. Ik ben Happy Jurien. Ja, kijk nou joh, hey, dit loopt helemaal uit de klauw. We mogen iemand nieuw welkom heten in de groep. Heten we tegenwoordig MC Dopsleutel, ja? Ja. MC Dopsleutel, nou leuk dat jullie er allemaal zijn weer. Hoi. Met Fran uiteraard. Joren. Kijk, daar hebben we Bart. Hoi. Een dikke BMW ook. Gaaf man, hey. Vet. Nou, daar mag je me straks alles over vertellen, ja? Oké, ja, dat wordt nog wat. Nee, dat wordt leuk, jongens. We staan hier wel verkeerd. Want wij gaan uiteraard de TED rijden. We staan op Zuid, ergens in Brabant. En ik heb zo goed als mijn motor gemaakt. We gaan het vandaag eens even flink uittesten, natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga in ieder geval volgas rijden. Ik ben er klaar mee. We gaan echt scheuren. Ik in ieder geval wel. Wat jullie doen, moeten jullie zelf weten. Maar ik ga er echt voor, dames en heren. Dus doe vast een blauw duimpje omhoog. Wordt fantastisch. Dan kan je even een ventilatie openzetten, dan kan ik harder. Zo. Doen we voor elkaar, hè? Zo geruimd, ouwe luchtstroom. Hoor je hem vast, gek. Oké, het loopt helemaal uit de klauw. We gaan rijden, we gaan naar de TED. Wordt fantastisch. Ja, daarom. Ik zei het al. Gewoon met de Transalp. Bart met de dikke beamer. Let je, jongens. We hadden er al een stuk modder aan hangen hoor. Ja, daar gaan we. Let's go boys. Woe, woe. We hebben een mooi toestand. Echt heel vet. Wat een geweld, hè? Oh shit! Ik zie ineens allemaal rook, jongen, in mijn spiegel. Gaat het? Yes! Yes! Welkom bij de club, man. Denk je dat alleen wat bitter bij jou? Geen schaapplek of zo? Ja, denk ik wel.
Doen we toch zo? Yes! Kijk hoe die eruit ziet, gast. Lekker, ouwe. Waar ging jij dan doorheen? Aan de zijkant helemaal. Aan de zijkant, kijk, hier zo. Kijk, die bossen daar. Oh, wat goed dit. Dit gaat keigoed, jongens. Ja, ziek, hè. Wat we achter ons hebben, een enorme stier. We zijn bij Esbeek, heel verre beek zijn we voorbij gereden en ja, die gast is er rechtdoor en kijk deze straat in. En hiervoor kwamen we eigenlijk. We hadden het bijna gemist. Boys! Anders wat ben je vergeten? Mijn lampies. Voor de mensen die het opvallen, kijk dan, hey, dit ziet er toch wel dik uit, hè? Hey. Ciao! Check by the way ook even hoe smerig die motor is. Hij is nog nooit zo vies geweest. Toch wel mijn uitlaten zo hard waren, joh. Kijk dan, wat goed. Wat vet. Heel vet dit. Ja, dat te koop. Dit is echt zo'n ketel, ja. De moonshine, de scotchie. Ja, ja. Wat een vet ding, hé. Dit vind ik nou mooie kunst, wel. Ja, de suikerbieten, jongens. De suikerbietencampagne is weer van start gegaan, hè. September. Kijk, er is toch goud, jongen. Ik heb hier nog een video van mijn YouTube-kanaal als jullie dat zien. Staat ook ergens in de video lijn. Heb je meegeleid? Ja, heb je meegeleid? Dat is mooi, jongen. Dat is goud, jongen. Nooit achter mij gaan staan. Het is zo lol, hè. Goed dat je plezier hebt, zat gast. Ik heb een stukje aan het gebeurd.
Zo, het is inmiddels 3:30 volgens mij. We zijn echt al vanaf heel lang al bezig. En het is echt fantastisch. We hebben Twan hebben op ons bek zien gaan. Helemaal top natuurlijk. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Dat Twan op zijn mijl is gegaan. Maar we gaan nu rustig terug. We staan nu bij Volkenswaard ongeveer Eindhoven. En dan schieten we gewoon weer naar onze woonplaats toe. Tja. Zou het nodig zijn, is dan de vraag. Ja, ik denk het wel. We gaan even afspuiten, dames en heren, maar dat was een topreis. Jordan heeft een mooie route voor ons uitgestippeld. Bart, voor de eerste keer die 4 weken zijn rijbewijs heeft en volledig scheidt dat. Je ging als een trein. Top, fantastisch. Uit, dat is niet normaal. Maar het was echt fantastisch. Bart, wat vond jij ervan? Ja, geweldig. Vet, hè? Heerlijk, man. Gaaf, man. Voor 4 weken hier rijbewijs heb je echt wel goed lekker gereden, maat. Heerlijk, ja. Sick. En deze held heeft gewoon een video dat Twan op zijn bek gaat. Yes! Daar ben ik toch op een tijd blij mee, dames en heren. Oh. Ja, die gaan we denk ik al 5 keer afspelen in de video. Eindelijk. Twan, heb je daar nog wat over te vertellen of niet? Ja, dat je zo jaloers bent dat ik nog nooit was gevallen. Dat is gewoon alleen maar jaloezie wat ik hoor. Aangezien ik altijd op mijn bek ging, hoopte ik eigenlijk dat Twan een keer op zijn muil remmen. Mijn jongen is ook al een keer gaan liggen. Ja, wel blij dat ik daarbij was. Hé, maar dan... blijft er daarna wel eentje over, Bart, dat snap je wel. Ja, zet die valbeugels... Ik heb het een keer bijna, maar... Zet die... Ja, je hebt dat ook gezien, daar was ik bij jou. Zet die valbeugels er maar op alvast. Ja, die zit net al aan. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ook namens de boys. Bart, tof dat je erbij was. Sowieso de volgende keer weer. En bedankt allemaal voor het kijken. Blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Check het kanaal van Joren. Link in de beschrijving, adventje. Tot de volgende, ciao.